Financiën zal aanvullende begroting indienen. Surifesta bereidt zich voor op decemberactiviteiten. En oppositiepartijen in Venezuela uitgesloten van deelname aan presidentsverkiezingen in 2018. Goedenavond, dames en heren. Het journaal op maandag 11 december. Financiën komt in april 2018 met een aanvullende begroting naar DNA. Dat heeft minister Gilmore Hoefdraad vandaag gezegd tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling over 2018. Op een vorige week gehouden coalitieoverleg werd reeds duidelijk dat de ingediende begroting zou moeten worden herzien. Alles had te maken met de krappe financiële middelen om tal van projecten te kunnen uitvoeren. In DNA gaf de financiënminister aan dat de staat nu dringend de behoefte heeft aan 350 miljoen SRD om lopende projecten te financieren. Kamerrechten voor de betalingen op onroerend goed, zoals door ROGB uitgewerkt, dat brengt ons op een schatting van ongeveer 80 miljoen. Verder ook nog het versneld innen van de overdrachtskosten. Dat brengt ROGB volgens de eerste schatting op 86 miljoen. Het verschil om te komen tot die 350 miljoen, dan kijken we op dit moment naar het afdoen van bepaalde activa. We hebben gepraat in het verleden over het proces van afstoten van overtollige activa van de overheid. We denken aan het afstoten van een aantal gebouwen, het verkopen van een aantal gebouwen waardoor de private sector zijn weg kan vinden in de binnenstad. En dat is in feite geschat op ongeveer 185-190 miljoen om te komen tot het bedrag van 350 miljoen. Het parlement heeft met gemengde gevoelens gereageerd op deze mededeling van minister Hoefdraad. De fractieleider van de NDP, André Misikaba, gaf aan dat de regering met aanvullende informatie moet komen over besluiten om staatsinkomsten op korte termijn te vergroten. Afstoten van overtollige activa van de overheid, dan is natuurlijk de eerste vraag welke activa. Hoe gaat je het afstoten, wie gaat kopen, enzovoort, enzovoort. We willen die uitwerking zien. Wanneer we praten over verhoging kanonrechten, u weet dat ik mij daarvoor sterk heb gemaakt. Voorzitter, we staan daarachter. Maar die specifieke uitwerking, wat gaat u doen met mensen die een klein perceel hebben? Wat gaat u doen met landbouwpercelen die in productie zijn? Begrijpt u dus die differentiatie in de zaken? Dus we kijken uit. En ik ga ervan uit nogmaals dat de minister van Financiën of iemand anders die de regering zal aanwijzen, de zaak zal uitwerken voor ons, zodat de fractie, ik hoop dan dat na die uitwerking, die voorzichtige optimisme kan veranderen in optimisme, voorzitter. Dank u wel. Aziz Kumar Gayadin vond het nodig om zich zeer kritisch uit te laten over wat hij noemt het onvermogen van de regering om het land te besturen. De minister heeft beloofd om nadere informatie te verstrekken aan het parlement zodra de aanvullende informatie door financiën verder verwerkt is. Wat de regering nu presenteert, voorzitter, geeft duidelijk aan dat men eigenlijk geen kaas heeft gegeten om dit land te regeren, voorzitter. Want wat er gebeurt is piki-piki-play spelen. Er wordt een begroting ingediend. Er wordt hier aangegeven, er is 350 miljoen dat snel opgehaald zal worden met een aantal maatregelen. En er wordt eigenlijk niets gezegd. Hoe staat het met de begrotingen zelf, de inkomsten van de begrotingen? Net wordt hier weer aangegeven over leningen die men verder wenst te treffen binnen korte termijn, voorzitter. Wie mijn uitspraak heeft gevolgd, hebben wij altijd gezegd, wij gaan gewoon doorgaan met leningen wanneer het moet. We hebben tekort op de begroting en wij moeten de begroting financieren. Dat is dus nu geschat op te zijn 6% van het BBP. Dat is nog steeds minder dan wat het parlement ons gevraagd had. Dus wij zijn een begrotingstekort, wil zeggen dat je dat gat moet dichten. Als u dat misschien niet begrijpt. En als wij dus het jaar 2017 moeten afsluiten, dan moeten we dat blijven doen.
Tot zover minister Gilmour Hoefdraad. Stichting Surivesta vindt dat er meer van ons land op het podium mag verschijnen. Dit jaar zal dit ook gedemonstreerd worden rond de Surivesta-activiteiten van 10 december tot de tweede week van januari. Het Surivesta-bestuur heeft ervoor gezorgd dat er meer van de Surinaamse cultuur, diversiteiten, de Surinaamse keuken, op hun kalender staat. Er staan meer dan 100 evenementen op de Surivesta-kalender. De kalender is vandaag aan het publiek gepresenteerd. Niet onverwachts, maar het is wel zo dat wij eigenlijk de voorgaande jaren rond de 60, 70 evenementen zaten. En dan is 100 events, dat is toch wel een unicum, ja. Met 110 events is de samenleving in staat mee te doen aan de events die zijn geplaatst op de kalender? Tuurlijk is dat mogelijk. Er zijn altijd gratis events en betaalde events. Wij doen zoveel mogelijk doen. Proberen wij de gratis events naar voren te schuiven. Ook te laten zien van hey, hier kan je allemaal naartoe gaan. Bijvoorbeeld de Volkskerstzang, de Nationale Volkskerstzang en het DSB Kerstconcert. Dat zijn evenementen die jaarlijks op onze kalender staan. Omdat ze ook een vrije toegang hebben en natuurlijk voor de samenleving zijn. En zo zijn er een heleboel meer events. Maar wat we ook zien is dat mensen keuzes gaan maken. Er zijn meerdere events op één dag. Eigenlijk vanaf 18 december is er elke dag wel een evenement. En zeker na de kerst zijn er 5, 6 evenementen. Dagelijks waarbij men kan kiezen waar men naartoe gaat. En dat is voor de Surinaamse bezoeker en voor de buitenlandse bezoeker van belang. Want soms willen we een beetje afwisseling en willen we kunnen kiezen waar wij op de verschillende dagen heen gaan. En Surinamers, we hebben een heel sterke cultuur, we hebben ook een heel sterke keuken. Dus dat mag ook een beetje naar voren komen. En eigenlijk is dat dus mooi dat we met een fundraising event wat met eten en drinken te maken had, zijn gestart gisteren om de Surivesta-periode officieel te openen. Aan de andere kant wil het Surivesta-bestuur ook verbetering van de voorlichting over de potentie van Suriname. Tijdens de Surivesta-periode zou dat volgens het bestuur zeer goed aanslaan bij met name de buitenlandse bezoekers. In het plan van dit jaar is er speciaal ruimte vrijgemaakt om de voorlichting op de juiste manier te kunnen verschaffen. Het zal een heel interessante maand zijn. Ik denk dat iedereen wel op een leuke manier het oude en nieuwe afsluiten. Ondanks de situatie waarin men zich bevindt, is dit wel een belangrijk ding voor de gemiddelde Surinamers, dat we het jaar goed afsluiten en volgend jaar goed beginnen. Dat verwachten wij zeer zeker ook. We doen heel veel informatieverstrekking. We willen daarom ook vragen dat iedereen in de samenleving ons blijft volgen op social media, dus Facebook, Instagram en Snapchat. Ook op de website ons blijft volgen. We zorgen er ook voor dit jaar dat er een mobiele app is deze week die men kan downloaden op iTunes, maar ook op de Google Play Store. En we hebben natuurlijk Surivesta Radio en die brengen we dit jaar een beetje vernieuwd. Dat we niet alleen de radio-uitzending brengen, maar ook een live feed waarmee je kan zien wat er in de studio gebeurt. En vanaf volgende week gaan we op straat met radio. En dan is het niet alleen de prijzen weggeven, maar ook informatie geven. Ook de brandweer, de politie, de DC die wij graag aan het woord willen laten. De organisaties als de spoedeisende hulp die hun werk verlenen. En ook de dierenbescherming die vertellen over hoe ga je om met je huisdieren in de decembermaand. Ze willen zoveel mogelijk informatie naar de samenleving verschaffen, dat we een gezond jaar tegemoet gaan, een gezonde afsluiting en ook natuurlijk een veilige Oruyari maand hebben. Dit gebeurt niet zomaar. Wij hebben onze tradities en dienen rekening mee te houden, zegt Yvonne Pinas, waarnemend districtscommissaris van Boven Suriname. Zij bracht vandaag een bezoek aan de 11-jarige Melissi Kudemusu, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege een aanval van een vermoedelijk katachtige soort. Wij voeren u terug naar het gesprek met de DC. We zien dit niet vaker gebeuren in het binnenland. Men zegt ook dat wanneer dit soort dingen gebeuren, dat je ook moet gaan kijken wat er aan de hand is. En het is tijd dat we de overheid vragen om te kijken wat we ook kunnen doen in dit soort situatie. Hoe we moeten handelen, want het is verschrikkelijk. Zo'n arme jongen zien liggen op het bed, zijn ogen gaan niet open. Eén ding ben ik zeker, ik heb tot hem gesproken en hij geeft wel antwoord. Volgens Pinas heeft Alma Kudemusu, moeder van het slachtoffer, een heldendaad verricht door te voorkomen dat haar zoon ernstiger werd verwond. Ferdinand Azodanu, een ooggetuige, voert ons terug naar het smartelijk moment. Na zaterdag maandag, de alasuma gwa kumepoi na kampu gwa goron. En amma langa deptje de gwa goron fugodikik saba. Even aptje kaki, de awan gwa toilet.
daar qua toilet, daar zijn we daar bij dat klapaboy van de grond, daar faboye bari, na bari faboye amayere, daar longo doro, daar tigri bij dat bij na boy tapu, daar afro, kota tigri, drie horu, daar long, libaboy qua busi, als we afsta ma, zal daar bosko qua kampu, daar soma longo doro, daar de bel qua ganda goyaba, daar bo tak ma detek ma, de goyna busi. Côté Kaboy, c'est quoi Ganda, c'est quoi Ganda. Il y a un halo fier, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Joseph Popu, vader van de jongen die op het bewuste tijdstip niet ter plekke was, zegt zeer geschokt te zijn toen hij het bericht vernam. Volgens Popu is zijn zoon aardig in de omgang, behulpzaam en flink. Ja, boy. Ah, de boom. Dat was ook een boom. De dressing boom. Ja, en ik hoop dat je hem zo'n boom beter bakken. Suriname kent 8 katachtige soorten. Tot de grootste groep behoort de jaguar. Er zijn 3 situaties waarin katachtigen overgaan tot het aanvallen van mensen. Deze zijn: wanneer ze hebben geworpen, wanneer zij zich bedreigd voelen en wanneer ze echt honger hebben. Maar dit komt zeer zelden voor. In het geval van de jongen gaat het meer om een verdedigingsaanval van een katsoort, zegt de beheerder van de dierentuin, Rekis Debisaron. Hij geeft aan wat iemand het best kan doen wanneer hij oog in oog komt te staan met een katsoort. Als je eentje ziet, toevallig, misschien is hij niet, rent hij weg, zoek gewoon een vluchtroute weg. Laat hem met rust, jij vlucht er van weg. Maar als jij hem gaat aanvallen, is het 100% gegarandeerd, hij gaat je terug aanvallen. Dus u zegt niet blijven staan, maar wegrennen? Ja, gewoon rustig weglopen. Niet wegrennen, maar gewoon rustig weglopen hoe jij liep. Neem een heel andere route, ga terug van waar je kwam. Suriname loopt veel inkomsten mis als het gaat om de illegale handel in tabaksproducten. Volgens schatting beslaat het deel van gesmokkelde sigaretten 50% tot 60% van de totale consumptie. De directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Steven McAndrew, drukt dat uit in cijfers en de noodzaak van de aanpak. We hebben ook gekeken naar een mogelijke schatting over de afgelopen 5 jaren. En we praten dan al gauw over iets van 350 miljoen Surinaamse dollars. Dat is significant, want daarmee zou je ziekenhuizen kunnen helpen. Daarmee zou je het onderwijs kunnen helpen. Noem maar op. Dus ook vanuit die optiek is de VSB toch wel bezorgd over het mislopen van inkomsten door de staat. Zeker gelet op de huidige situatie waarbij de staat toch wel op zoek moet gaan naar additionele financieringsbronnen zoals onlangs nog eens besproken door de coalitie. McAndrew sprak vandaag hierover bij de overhandiging van 3 laptops en een printer. Dit als eerste aanzet om de samenwerking van dit bedrijf zijn regelmatig in Suriname om ons te helpen deze illegale transnationale handel stop te zetten. Josiane Kan, manager externe relaties van dit bedrijf, geeft aan wat de vervolgacties zijn na deze overhandiging. We have already started working very closely with some key authorities here in Suriname, such as the police, the ECD, the customs, the tax office. And as I said, we've extended our trainings and our engagements outside of Paramaribo to Mungo and Albina in the first instance. This, we believe, will be ongoing. We will continue to raise the awareness of the issue with the persons who we believe can work with us. And I believe that the signing of the MOU and the first donation is one of many more things that we can expect to come out of the MOU. En setdans mag niet doodbloeden in Suriname. Dit waren woorden van William Brando zaterdag jongstleden in de gangen van Markt Zuid, meer bekend als de Noodmarkt. Samen met jongeren van Heuse Campagne werden een aantal setdansstijlen gepresenteerd om het publiek te amuseren. Op deze manier wil Brando werken aan behoud van de setdans in Suriname.
Onder de jeugdigen van Huizen Campagne is er volgens Brando genoeg animo om dit doel te bereiken. Het publiek kreeg tijdens het boodschappenhalen een aangename show van tieners in kleding die past bij setdans. Voor vele jongeren is deze dans tegenwoordig niet meer populair of onbekend, zegt Brando. En dat wil hij graag veranderd zien. Ja, het draait nu een beetje op een laag pitje. Maar met onze ondersteuning naar de jongeren toe gaat het beginnen tot de goede kant. Honderden kinderen hebben setdans gedaan, moeten daarmee wat gaan doen, want de setdans mag niet verloren gaan. Als je mij vraagt als oud setdanser, als ik alle dansen ken, zeg ik nee. Polakka kan ik niet dansen, Gypsy kan ik niet dansen. En die ballettenmannen, dat waren de mannen van vroeger, ze gingen balletten. Nu praten we over Goldman, maar ze gingen balletten. En wanneer ze terug waren gekomen met die balletten, dan gingen ze dansen. Dan hielden ze elkaar zo vast, dan gingen ze met een dame dansen. Het enige wat ik weet is dat ze deden, tjoetje mee, tjoetje mee, tjoetje bij, tjoetje bij. Ja, en dan gingen ze geld roken. Ja, die mannen hadden heel veel geld. Maar de dans, tjoetje bij, tjoetje bij, die ballettenmannen, dat ken ik niet. En ik weet niet als er nog mensen in leven zijn die ballettenmannen kunnen dansen. Na 10 jaar bestaan, wat wil de school nog bereiken in Suriname als het gaat om setdans? Ik ben nog niet helemaal klaar. Kijk, er zijn een paar leerlingen hier die eerder van mij hebben gehad. Toen ze gehoord hebben dat we hier zouden starten, zijn ze allemaal aan toegekomen. Maar er zijn andere kinderen, ja, je hoort niks meer van ze. Brando is momenteel al 10 jaar bezig met diverse activiteiten, waaronder trainingen voor setdansliefhebbers. Er werd een project gedraaid bij Huizen Campagne, waarbij een aantal jongeren zich goed hebben laten trainen in een aantal setdanspasjes. Deze werden in de hoofdingang van de Noordmarkt aan het publiek gepresenteerd. Vandaag hebben wij gedanst de Engels Lanché, we hebben gedanst de Caledonia, we hebben de Tweepas en de Polonaise. Kort gezegd, Polonaise, dat komt van Napoleon. Misschien hoor je dat lied van Napoleon, maar ze dan met zo'n 100.000 man. Dat is Carré, dat is Polonaise, daar komt het vandaan. Want Napoleon ging van Frankrijk lopen helemaal naar Rusland om te gaan vechten. En dat deden ze met de dans. Vandaar dat het Carré, vandaar dat we de Polonaise. En de Tweepas, dat is een mooie dans, dat dansen jullie dus dan samen. De Caledonia, dat is een Nederlandse dans. En de Strana Lanché, wat we gedaan hebben, ik heb het de vorige keer al gezegd, tijdens de tijd van de kolonialen, nadat ze dans hier hadden gebracht, moest alles van belang zijn. Dus daar had je de Engels Lanché, ja, de Frans Lanché. En wij hebben besloten om een eigen dans te maken, de mensen eigen naam te geven. We hebben een dans imperial veranderd in Sranang Lanché. Vandaag zijn ze allemaal gekleed in geel. Dat is allemaal gesponsord door de organisatie, ook van scholen en mensen die ons ondersteunen. De prachtige kleding, de gala, wat de dames aan hebben, dat hebben we allemaal ook gesponsord gekregen. En we hebben gezegd, niet omdat de kinderen in weeshuizen zijn, gaan ze in lomkleren moeten komen. Nee, ze komen prachtig naar buiten. Volgens marktmeester Sinano Walker past dit precies in de nieuwe aanpak van de noodmarkt. Namelijk om zoveel mogelijk aantrekkelijk te zijn voor de bezoekers. Toen hij het verzoek kreeg, heeft hij geen moment geaarzeld om de bezoekers dit aan te bieden. Ook de marktmeester vindt het van belang dat de setdans die voorkomt in de Surinaamse geschiedenis niet verloren mag gaan. Waarom is er gekozen voor de markt? Nou, omdat de Huizen Campagne gevestigd is in de Willem Campagnestraat, dichtbij de markt. En dan hebben ze hiervoor gekozen. Omdat je ook hier zo heel veel bezoekers krijgt. Nou, dus mensen van ze willen het graag hier uitvoeren. Hoe slaat het aan bij de bezoekers? Nou, ik heb gezien dat de bezoekers heel blij mee zijn. Ze kijken met volle aandacht en ze vinden het heel leuk. Ze vinden het heel leuk. En dit was het Nationaal Nieuws. Goedenavond.